This video is powered by the following sponsors. Hallo allemaal, dit is Suhawari, Combat Point. Naast me staat Marwan Tutu. Marwan, wat een zware pot heb jij achter de rug, zeg. Ja. Heb jij die ook zo ervaren? Jawel, op zich wel. Ik begon een beetje laat. De eerste ronde kreeg ik 8 tellen, volgens mij. Eerste ronde had je knockdown, je had de canvas geraakt met je knie. Terecht 8 tellen? Nee, tuurlijk, ik vond het niet. Ik voelde het zelf niet zo. Ik zakte wel misschien door mijn knie, dat hoorde ik van mijn trainers, maar dat weet ik zelf niet eens. Maar ik stond gelijk op voor mijn gevoel en ik had niet eens door dat 8 tellen was of zo. Dus ik vond het wel een beetje raar, ik zei het ook gelijk tegen de scheids, maar ja, ik kan niks meer aan veranderen. Maar ja goed, dan zit je al met een achterstand in je hoofd, dan ga je die partijen vechten. Ben je al waarschijnlijk al gewoon, voel je gedwongen om iets te doen. Heb je toen tijdens de wedstrijd nog iets aan je strategie aangepast of heb je hem gewoon voortgezet? Precies, dat ik dus een stapje achter stond, dat maakte me een stukje gretiger, denk ik zelf. Waardoor ik iets meer in de aanval ging en hem echt pijn wou doen, weet je wel. Wou echt zijn kop eraf slaan en dat is, het lukte op het einde van de ronde. Je stond tegen Marvin Montero, sowieso niet de minste. Is bekend dat hij scherp, jij had wel een lengtevoordeel, hij niet. Je zag heel duidelijk dat hij elke keer naar binnen kroop om jouw lengtevoordeel tegen te werken. Had je daarop gerekend? Nee, zelf niet. Ik dacht zelf dat hij meer ging trappen. Maar hij begon in de eerste ronde alleen met de rechtse low kick. En die had ik al gelijk te pakken. Dus ik denk dat het dat een beetje heeft tegengehouden. Maar zelf trappen, dat vond ik hem niet echt doen. Maar ja, die hoeken, maar ja, dat is niet zijn sterke punt, denk ik, dat boksen. Ik voelde dat in ieder geval niet. Dat heb ik in zijn partijen gezien. En ja, wat moet ik ervan maken? Ik was gewoon iets beter dit keer. Hij heeft wel een goede reeks gehad de afgelopen paar wedstrijden. Wat mij een beetje het gevoel gaf van dat hij echt dit wou doorzetten. Maar ja, ik moest wel, weet je. Ik moet winnen. Dat is belangrijk voor mij. Dat was inderdaad zijn plan. Ja. Ik ga even naar jouw derde ronde, hè. Want die was zeker voor jou. Ja. Je had een mooie rechte directe on the button. Ja, die was mooi, toch? Ja, toch, ja. Ik voelde dat in de tweede ronde raakte ik hem ook al. Wou ik het afmaken, maar lukte niet. In de derde ronde dacht ik, oké, nu moet alles erop. Mijn trainers zeiden dat ook, nu moet alles erop of eraan. Je moet er maar uitstaan en dat lukte. Hier rechtshoek. Ik zie dat je nog helemaal vol met energie zit. Zeker. Als ze me nu nog een partijtje geven in die league of zo, dan stap ik er ook in. Want je zit in een gewichtscategorie waar heel veel concurrenten zitten. Ja, zeker. Zeker. Ik heb laatst ook in China gevochten, bij Kunlun. Daar heb ik dat toernooi gepakt, dus ik moet daar 18 augustus weer verder. En ja, ik wil alleen maar verder omhoog. Oké, Marwan, het is je gegund. Je werkt er hard voor. We danken in ieder geval dat je tijd voor ons hebt gehad. Voor jullie allemaal, like en deel deze video. Zorg dat je Marwan Tutu volgt. Sowieso bij Combat Point, want wij volgen Kunlun natuurlijk heel erg goed. En jouw prestaties daarin. We wensen je heel veel succes bij je volgende partij, ja? Dankjewel. Is goed, tot ziens. Dag allemaal.